Oké. Als het goed Oké. is, doet alles het. Oké. Oh, laat ik deze vooral uitzetten. We hebben geen echo nodig. We hebben geen echo nodig. Goed om te weten dat alles het doet. Nu kunnen we. Isaac, come in. Kendra's right. The ADS is completely shot. I'll need your help to fix this. Snel. Vier zinkers uit. Kendra, if you can hear me, see if you can get into the ship's reports. It sounds like you have better access from there. When were you going to tell us about the artifact, Hammond? This marker. I don't know anything about that. It's referenced in the captain's records. They brought it up from the planet. It's on the ship? In cargo. They think it's of alien origin, but I don't know what the hell it is. Really? CEC didn't know anything about it. You're lying. Back off! I am not the bad guy here. We're all shaky right now. You're gonna have to trust that I don't know anything about it. We've entered the debris field. Get to the captain's nest. I'll explain everything later. Hammer down. Zo. Deze game is zo slecht geoptimaliseerd voor de PC, is echt niet normaal. Ik heb ook een beetje deel 2. Ik heb ook een beetje deel 2 zitten spelen en deel 2 is zoveel beter ondersteund voor de computer. Nee, oh, ik wil er niet gelijk aan me uit. Ja, waarom heb ik eigenlijk die Ripper gekocht? Ik doe er toch niks mee. Beetje zonde van mijn geld. Dat is wel een nadeel. Andere knopjes in vergelijking met Dead Space 2. Ik heb 0 power nodes, maar ik heb 40.000 credit. Oké, laat ik er dan gewoon eentje kopen. Misschien wel handig om eentje bij de hand te hebben. You never know. En ik hoop ook dat ik zo meteen een level 3 suit ergens kan krijgen. Even niet het een of het ander, maar er liep hier als het goed is net een enorm groot beest. Dus misschien moeten we dat ook niet vergeten, Isaac. En we krijgen ook heel veel items. Dat is over het algemeen een slecht teken in dit soort games.
ga gewoon de bovenste overwriten van de 4. We zijn toch al dat punt voorbij. Level 3 suit, nice. Isaac, damn, you scared me. The place is making me jumpy. Fucking asteroids coming through the roof. Look, I know Kendra doesn't trust me, but I don't know anything about a marker or anything else. This is supposed to be a repair mission. Plain and simple. This mess is the asteroid defense system. I can fix these boards. When the main power routing is shot, you're gonna have to reroute them manually through at least 3 junction boxes to activate the primary cannon. Oh, but first, you need to activate the atrium elevators from bridge security. You can use them to get to the junction boxes. By the way, Isaac, be careful. I saw something out there. I don't know what. I only got a glimpse, but it was big. Really big. De soldaat staat hier lekker knopjes te drukken. En ik ben degene die vervolgens alles mag oplossen. Shit. Stand back. Thought that one was dead when I sealed the pod. These things don't die easily. Dan maar gewoon eject. Oké, okay, ik heb in ieder geval mijn upgrade voor een level 3 suit kan ik nu krijgen. Dat is wel nice. Elke gelegenheid die we krijgen, die pakken we gewoon even om te save, hoor. Want better safe than sorry. Dat hij tussen de schouder laden. Oké. Okay. Nice. Dat was niet zo heel lastig. Lekker nog, dat was best wel easy. Als je stasis gebruikt, dan is die nog makkelijker. Even snel iets doen. Deze weg, deze weg. Deze mag ook weg. Beetje stotterend anders namelijk. Inventory vol, wat is dit nou weer voor rauwer? Flame fuel, ik heb niet eens een flame fuel, ga weg. Zeg maar dit ding. Ja, ik zou toch ook een keer mijn rig moeten upgraden, want ik heb nog steeds de basis HP. Dat is ook niet goed. Hoewel als ik met mijn plan... nog 2 blokjes, dan heb ik max damage. En daarvoor heb ik 1, 2, 3, 4 power nodes nodig. Oké.
klein beetje extra health is in dit geval ook niet zo erg. Tried for mutiny. Kind, make them listen to reason. Settle down, then. Hold him. By maritime law, article 5469, I hereby declare Captain Benjamin Matthias unfit for duty. The marker must be delivered to the church. Terence, please. I'm sorry, Ben, but I can't let you do this. Traitor. Heretic! Hold his head. Murderer! Hold him! He's dead. No, it was an accident. I had to stop him. Arrest the doctor. Oké, wat wil je doen dan? Wil je me een prikje geven en dan... Zo mis. Oeh, hebben we die rare strepen weer. Wat wil je doen? Je wou me een prikje geven, maar je stak hem in zijn oog. Ik weet niet of je nou wel fit bent om een dokter te zijn als je niet goed kan mikken. Weet je wel? We zijn weer aan het fluisteren, jongens. Oh ja, tuurlijk ja. Love je het zelf? Ach ja. Is malfunctioning. Keep an eye out for any kind of distortion effect coming from the floor. It could be dangerous. Oh yeah, I did. Als je Dead Space 2 gewend bent, zoals ik nu gewend ben, want dat heb ik een beetje in mijn vrije tijd zitten spelen, is dit wel echt wel verouderd. Dus nu vind ik het eigenlijk echt wel goed dat er een remake komt. Ik zie je. Ga jij nu dat hele stuk omlopen? Ik vind het best hoor. Ik heb al even. Bijna dood. Als je in die dingen gaat staan, ben je namelijk gelijk dood. Och jezus, ik schrik me het apenlazer. Oh, zag ik maar z'n tweetjes. Ja, ik zou even een storm moeten hebben. Dat zou het beste zijn, maar ja. Dat is ons niet. Hallo? Top! Ik
Nice, een power node. Bedankt voor de moeite. With the tracking grid. One of the cannons is giving me a hard time. Keep moving. Roger, Dodger. Hey Daphne, hallo. Welkom, 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 welkom. Hoe is het met Daphne? Goedemorgen trouwens. Zijn er weer nieuwe monsters? Zo klinkt het wel. Bij mij gaat het goed. Be right back. Oké. Okay. Ik hoor je. Dat ik nog een hoorde, maar dat was niet zo. Veel pulse rifle ammo. Ik eigenlijk niet nodig heb. Oh, oeps, dat was niet de bedoeling. Shit, nu heb ik een medpack gebruikt. Nou ja. Knopjes zijn allemaal net weer wat anders. Ik hoor jullie wel, maar... Ja, daar. Alright, welcome back, welcome back. Sorry, ik was even hectisch hier. Gebeurde even van alles. Ja, waar moet ik heen? Naar beneden, sowieso. Maar waar ben ik nu? Nou, ga dan maar naar level 1. Iemand belde aan. Isaac, listen up.
pakje. I've gone over the MedSci reports. These things are biorecombinators. They take dead tissue, absorb it, and mold it into new forms. One iteration seems to have the sole purpose of infecting corpses. Die hebben we al gezien. The others, well, seem to be making corpses to infect. And that body tissue we keep seeing on the walls is part of it too. I found a report that says it's a habitat changer. Oké, maar aangezien we hierheen moeten, wil ik eigenlijk wel eerst even de andere kant op. Plus, ik vergeet iets. Heel simpels te doen. Zo terug, jongens. Eerst even terug omhoog. Naar level 2. Nee, wie belde eraan dan? Moesten ze iets van je hebben? Of was het iemand op zoek naar iemand? Als het goed is, is hier ergens een store, toch? Kwam ik niet via deze kant naar binnen? De tramstation, ja. Kijk. Een nieuw pak. I don't know. Oké. Heb jij niet open gedaan? Heel veel pulse rises in mijn inventory. Heb ik allemaal niet nodig. Ja, dit is prima. De andere lift. En dan moesten we naar beneden, maar we gaan in plaats daarvan gaan we eerst omhoog. Kijken hoe dat is. Oké, dat was op zich best creepy. This is Temple. The bridge is fucked. I don't know what went on in there, but I'm not sticking around in case whatever did it comes back. I'm heading for hydroponics to find Elizabeth. Misschien moeten we toch eerst maar naar beneden. Hoi, oeh. Oké, misschien moeten we toch eens maar naar beneden. Ik wil geen dingen gaan doen die ik nog niet moet doen, zeg maar. Thank you.
Oké, de force gun die willen we hebben. Dat is een soort van shotgun is het. En shotguns zijn altijd goed om bij je te dragen in dit soort spellen. Altijd. Geen uitzonderingen. Zou ik nog wel niet heel veel kogels hebben? 10 kogels. Maar we gaan ervoor. Heb je vandaag nog leuke plannen, Daphne? Ga je nog leuke dingen doen? Holy shit! Die kant op. Morgen. Goedemorgen. Realistic. Hoe is hij? Realistische man. Oké, er loopt een bloedspoor naar deze schacht. Ga je me verrassen? Ga je me verrassen? Zwijnen aan je. Nee? Oké. Ga je me verrassen zodra ik dit heb opgepakt? Nee? Oké. Net wakker. Ik ook nog niet zo lang hoor. Ik was om 9:30 of zo mijn bed uit. Maar ik heb mezelf een beetje een soort van afgesproken dat 10 uur op dinsdag een beetje mijn vaste tijdstip is om te streamen. Omdat ik dan vrij ben. Ik ben vandaag de hele dag vrij. En daar hou ik nog tijd over om nog andere dingen te doen. Normaal gesproken is het een beetje mijn bedoeling om elke dinsdag rond dit tijdstip te streamen, maar... Misschien hier en daar een keer met een uitzondering niet, maar... Zeven uur 's ochtends of... 7 uur 's avonds? Nee, maar 7 uur 's avonds. Hallo? Even kijken hoeveel ammo ik nog heb. Oké, ja, dat moet wel lukken. Ah, ik hoor je wel. Ik zie je niet, maar ik hoor je wel. Oh, hell no. Als ze dichtbij komen, dan springen ze bovenop je en zo. Dat moeten we niet hebben. Power transferred to the ADS. Control system suction box rerouted. I'm getting a reading. Almost there. Hell no. Die dingen die maken dus vijanden. Die moet als eerste dood.
Ja, eigenlijk moet ik mensen daar. Stop ik naar auto's kijken om een paar dagen te werken. Nuffel. Nuffel. Gaat het goed? Nou, niet meer. Deze die op je springen. Oh ja, nou ja. Niet echt een knuffel. Een hele pijnlijke knuffel misschien. Oh, oeps, verkeerde knop. Ik heb Dead Space 2 zitten spelen, jongens. En daar zijn de knoppen net iets anders. Allemaal net iets anders. Hier moet je... reloaden met kruisje en in Dead Space 2 reload je met vierkantje. En in dit spel is vierkantje kinesis. Dus ja, dan raak je nog wel eens in de war. Ik heb nu ook al zin in die Callisto Project, die trailer die ik in de Discord zette, die eigenlijk veel te eng was, die heel ranzig was, weet je wel. Van de makers van deze game, dus ja. Dan heb je gelijk al een soort van voorsprong op mij. Asteroid defense system now online. Alright, we've got enough power, but the ADS cannon's auto-targeting is down. I think it's a faulty data cable. I need you to aim the cannon manually until I can replace it. Take the elevator to the top of the ship and head for the cannon pit. Storage room. Laten we dat eerst even doen. Hebben we nog goodies? Dit was het stuk waar heel veel mensen een hekel hebben aan dit spel. En er komt nu een stukje aan wat best wel lastig is. Ik weet eigenlijk ook niet of ik genoeg zuurstof heb hiervoor, want ik heb mijn R nog niet geüpgraded. We gaan het proberen. Ik heb nog één inventory spot, dus misschien kan ik nog... een air container bieten ergens. Isaac, you're going to have to cross the ship exterior to reach the ADS cannon. Kijk, hier. We're still getting bombarded by asteroids. Look for cover, or you'll get torn to pieces. Oké, hij zit daar in mijn inventory. Goed om te weten. We gaan ervoor, jongens. We gaan het gewoon proberen. Komt-ie. Eerst even lezen. Dat kan ik me namelijk niet concentreren. Heb een heel leuk, maar een idee voor in oktober. Klik snel en heb het idee om dan games... zoals Soma en Alien te streamen. Ja, Soma is op zich niet zo erg. Eng. Soma is een beetje een soort van... psychologische... horror getinte game. Maar Alien Isolation is echt scary. Pak je borst maar nat voor die tweede. Oh, hoi! Ik kan gewoon even heel casual naast me staan. Oh jee, ga ik dit halen? Ga ik dit halen?
jongens. We kunnen het niet veroorloven om zo lang stil... Oeh, jeetje. Er lag iets recht in mijn scherm. En zuurstof graag. Ah, dank je. Gelukkig dat we die aircontainer hadden, anders was het echt nooit gelukt. Oké, okay, here we go. Dit vinden sommige mensen een heel vervelend stuk. Oh, dit is langzaam. Oh, waarom is dit zo langzaam? Yo, dit is hoe snel dat ding gaat. Dit klopt niet. Wacht even, wacht even. Doe dit misschien even met de muis. Ik doe dit even met mijn muis in plaats van de controller. De joystick is echt zo traag. Hoe langzaam mijn muis of mijn joystick daarmee ging. Met de controller was dat echt zo traag. Het duurde echt zo lang voordat de laser op de juiste plek was. Ik denk, nou dan doe ik het maar even met de muis hoor. De snelheid van... De vergelijking met de muis is dit. Dit is zo snel. En met de controller was het echt dit. Echt niet te doen. Echt niet te doen. Oké, kan ik nu in één keer terugrennen? Of moet ik nog steeds voorzichtig zijn met die... Oh, hoi. Doei. Vliegt ook ineens een been in de lucht. Dank je.
So. Wait! Isaac Hammond, you're not gonna believe this. Oxygen levels are falling. Something's poisoning hydroponics air production, and whatever it is, it's filling the deck up with that organic stuff. We're not gonna have any air to breathe soon. But if I understand these lab reports correctly, I think I can make a poison to destroy it. Head to medical. It should have everything you need. Will this never end? Isaac, get to medical and mix together whatever Kendra's come up with. I'm heading to hydroponics. If I can slow it down, that might keep us breathing long enough to fight it. Okay, okay, okay. We zijn eigenlijk gewoon de klusjes, man. We lossen alle problemen op. Ja, het is heel traag, Daphne, maar we hebben het overleefd. Dus wat dat betreft, geen zorgen. Lekker aan het fluisteren, jongens. Oh. Hallo, hoofd. Dat was gewoon een hoofd die hierheen kroop. Oké, prima. Leuk. Oh, hoi. Weg hier, weg hier. Oké, alles is reloaded. Precies zoals we het willen. Even zien. We hebben heel veel shit bij ons. Pulse rounds. Mag eentje van weg ook. Force energy, hou dat maar. Had ik hier nog een stasis pack volgens mij. Weg ermee. Nou, ik heb super veel geld. Dus laat ik ook even 2 power nodes kopen. Voilà. We kunnen weer even. Oeh. Jeetje. Moet dat nou, jongens? Met zoveel geluid en bombarie vooral. Kan het nou nooit eens rustig? Oh, zijn we alweer een chapter verder? Ik denk het wel. Volgens mij zijn er iets van 12 chapters. Ja, 12 chapters zijn er. We hebben nu net chapter 4 gehaald. Dus we zijn nog wel even bezig, maar we zijn al bijna op de helft. En het ene chapter is natuurlijk een stukje korter en een stukje langer dan de andere, dus... Volgens mij duurt deze game over het algemeen 10 uurtjes of zo. Isaac, I can smell the contaminated air from here. It's spreading faster than I expected. I'm trying to isolate it,
but it's not going to buy us much time. We have to get that thing off this ship. The chemicals you need are in the chemistry Precies. Lab. Een derde. I'll hack the door for you when you get there. Ripper contact beam. Nee. Ik heb niks nodig. Hallo? Wie is daar? Oh, ik dacht even dat daar iemand stond. Nice. Goed gedaan, game. Hallo? Looks like someone has reprogrammed the door locks on this deck. And recently too. I guess we're not alone here after all. Someone doesn't want you in this part of the ship. Ja, dat hoorde ik net, ja. En natuurlijk ken ik deze game al, want ik heb hem al vaker uitgespeeld. Maar het is wel heel lang geleden ondertussen. Maar ik weet wel wie dat was. Oké. Daar ben je niet al een keer geweest. Dit was waar die gast zijn hoofd aan het stoten was. Ja, we zijn hier al een keer geweest. Dit is de medical deck. Ja, zeker, hier zijn we al een keer geweest. Is niet erg. Plasma cutter. Capacity en damage. We hebben nog 1 damage voor de plasma cutter en dan zijn we qua damage helemaal geüpgraded. Oeh. Hallo. Zien jullie dat? Dat is een nieuwe enemy. Hey, vriend. Bang. Oh, ben je nog niet dood? Dacht jij wat dood was? Dat klinkt echt heel erg opluchtend eigenlijk, als hij dan klaar is. Ah. Ja, het spelletje is wel een beetje smerig, jongens. Hey Perry, hallo. De makers van deze game hebben schijnbaar onderzoek gedaan naar lijken in de zin dat ze bij... Oh, wacht. Dat ze volgens mij naar mensen die overleden zijn aan auto-ongelukken hebben gekeken ofzo. Ik weet niet precies wat het was, maar het was iets zieks. Ah, te vroeg. Ja, doe maar. Ga maar weer. Ik wacht al even. You're also going to need a DNA sample of the alien tissue. I'll search the records for one. Okay, thank you. Hoe is het met Perry vandaag? Perry, zit je weer op school? Ben je weer stiekem aan het kijken of heb je ondertussen al vakantie?
Ik hou het allemaal niet meer bij. Lang vakantie, lekker. Dr. Mercer is gek, jongens. Vrolijk. Misschien ben ik wel een beetje gek dat ik van horror games hou, aangezien het, ja, vaak. Oh. Oh, waren we hier al? Ik ga zo meteen een hele monoloog houden, jongens. Dus bereid je daar alvast op voor. Your fight for survival is admirable, but pointless. And yet you keep on going. It almost makes me think that we had hope as a species. And we're the only one who sees that we have died out a long time ago. We just haven't accepted it yet. Stop running. Stop your struggle. Our future, your future, the future of our race ends here. Allow me to introduce you to humanity's child, the children that will replace us. Our greatest creation. Oké, okay, jongens, hier gaat het gebeuren. Kan de deur open, AUB? Zou ik graag willen. Daarom hebben we de shotgun, jongens. Oh, oh. Yo, Klee, of Pyro. Hoe wil je eigenlijk genoemd worden? Dat maakt het makkelijk. Gewoon Pyro, dat is het makkelijkste. Pyro, Pyra, Mithra. Oh jee. Now you need to find a DNA sample of the growth. According to lab records, there's an inert sample stored in the ICU. A Dr. Mercer was apparently doing intensive research on it. I've been trying to contact Hammond, but all I'm getting is static. Oké, doe ik gewoon Pyro. Ja? Doe ik hier gewoon Pyro. Oké. Hier komt de monoloog, jongens. Tenminste, op het moment dat deze meneer even ophoudt met brullen. Wil je even dimmen?
Even snel een health pack usen. Oké, weet je nou, Resident Evil 2 Remake, die kwam uit. En iedereen was van, wow, Mr. X, de allereerste stalker. Weet je, ik ben zo bang als iemand iets me constant achtervolgt. Dit is een game uit 2008, Dead Space. En dit ding wat we net zagen, is een stalker. Die gaat ons het hele spel een beetje achterna lopen. Dus ik had, toen ik dat las, dacht ik, jongens, hebben jullie nooit Dead Space gespeeld? What the fuck, Dead Space is echt geweldig. Dead Space is echt shit. Wie heeft dat al gedaan? Hoezo doen we alsof dit de eerste keer is? Holding onto your final breath, you claw your way along. Dit is al lang een keer gedaan. Was your war. And now, belongs to the children. Be glad of the knowledge that your death will bring their birth. Listen. Can you hear it? It's coming. Say your prayers. Ja, ga je een dramatische intrede doen? Ah, daar ben je. Kom maar dan. En op, en vallen. Ik hoor je. Oké, hij is weer aan het regenereren. Jezus, jullie zijn veel. Waarom zoveel? Sorry, dat is even een spannend momentje. Het is best wel creepy dat hij achter me aan zit. Voor hun zou het inderdaad wel de eerste keer zijn. Jongens, wacht even een momentje. Er gebeurde iets. Even spieken. Oh, ik ben gehost. Dankjewel Perry voor de host. Wat leuk. Was jij net ook aan het streamen dan? Ja, sta je achter die deur boos te doen? Pak ik ondertussen even dit op, doei. Oh, jij bent weer bezig. Mocht je nou denken bij jezelf van, oh oké, ik snap dat niet helemaal. Als je te dichtbij dat ding komt, dan ben je in één keer dood. Instant kill. Het is handig om even afstand te houden voor die. Stalker 2 trailer. Eerlijk gezegd kan ik me niet zo goed herinneren. Ik heb het wel gezien en ik kan me herinneren dat ik het indrukwekkend vond. Dat ik dacht van, wow, deze graphics zien er goed uit. Maar ik ben helemaal niet bekend met Stalker. Ja, de monsters. Dat vertelde ik net Pyro in...
Deze game zijn de kijker, de makers... Oeh, Jezus. Oké. Okay. Over vies gesproken. Uw. Persona, Dr. Chalice Mercer. The specimen continues to respond well to my experiments. Its cellular fortitude, not to mention elasticity, is remarkable. Dr. Kine, I'm sure, would disapprove. But I do not anticipate that issue as the good doctor is busying himself with the marker. As if that matters now. He has also succumbed to the same dementia that afflicted the colony. Only yesterday he told me he had spoken to his wife. But Amelia Kine has been dead for some years. My subject grows restless. Patience. Your time is soon. Very soon. Maar de makers van deze game die zijn, hebben naar nou ja, slachtoffers van weet ik veel auto-ongelukken en zo gekeken om inspiratie op te doen voor lijken en zo. Dus dan weet je al wel hoe crazy ze zijn. Hoe gedetailleerd alles is. Oh, dit wordt vervelend. Warning. Life support system failure on medical deck. Who the hell was that? Please evacuate immediately. Isaac, he's decompressed the entire deck, and I'm being locked out of those systems. All the air has been vented into space. You should be able to bring it back online from the security station, but you don't have much time. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Help me de kant op gaan. Ja, ik heb niet zoveel zuurstof namelijk. Jij bent zo vervelend. Oh, oh, oké. Deze kan op, check. Top. Beetje haast, jongens. Hoi, 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 hoi. You've got everything you need to make the poison. Now get back to the chemistry lab. What are you going to do? Do it fast. Can I be breathing? You're cutting out, Hammond. I'm going to try to switch over. Shit. I lost the signal. I'll continue scanning for his location. You have to get that compound mixed. Ja, zoals ik al zei, deze game die deed dus heel veel dingen wat Resident Evil 2 deed al eerder eigenlijk. En inderdaad, misschien kennen sommige mensen de game niet. Maar weet je, laten we vooral niet doen alsof zij degene zijn die dit verzonnen heeft, weet je wel. En zelfs dan klopt het argument nog niet, want in Resident Evil 7 deden ze het ook en Resident Evil 2 Remake die kwam pas later uit. I mean, come on. Credit where credit is due, come on. Ja, succes met je krantenwijk, Perry. Lekker lopen. Als je snel gaat, dan ben je zo weer terug. Gotta go fast. Oké, okay, die bastard die loopt nog steeds ergens rond dus. Dat is het eigenlijk. Oh, ik ben nog wel even live. Hoor. Sorry? Goeie jumpscare. I've got more intel on the atmosphere. A survivor's report says a massive creature entered the hydroponics deck from outside the ship. That's when the air quality began degrading. Ik kan wel even snel dit doen. Eens even kijken. Oh, sorry.
Oh, hij doet het niet eens. Dat is raar. Dan doen we het gewoon even zo. Kijken, hoe lang zijn we al aan het streamen? We zijn al bezig 1 uur en 8 minuten. Ik was van plan om tot een uurtje of 1 door te gaan, dus... The survivor called it the Leviathan. Oeh, Leviathan. Oh, dan ben ik hier weer. Oké, okay. En nu? Eerst even upgraden. Net was het een beetje te druk om te upgraden. We gaan voor de laatste. Boom. Oké, okay, onze plasma cutter is nu compleet geupgraded qua damage. Dat is een beetje het belangrijkste. We gaan nu zo meteen bezig met... Ja, toch maar de pulse rifle, denk ik. Qua damage is onze plasma cutter nu fully upgraded. Dat gaat handig zijn. Hallo? Ik hoorde wat breken. En vaak als je iets hoort breken, dan is het niet goed. Oh, dan zijn we hier weer. Big Boy komt toch gewoon weer terug, of niet? Let's hope that poison works. Head back to the tram station and get up to hydroponics as fast as you can. Still no response from Hammond, so be careful. There's no telling how contaminated that deck is. I'm beginning to truly admire your spirit, misplaced as it may be. I think you should see the whole plan. You should not spurn the hive mind's offerings. You deserve to witness that, at least. In deze hoek ligt heel veel bloed. Dit was een vervelende hoek. Ja, ketchuphoek. In die hoek maakten ze alle hotdogs. Een hotdog eet je toch eigenlijk met mosterd? Ik weet het ook niet. Laat maar. Oh, flashbacks. Slechte herinneringen aan deze kamer. Shall serve as the catalyst to the salvation of our species. These specimens will return to Earth. I will spread their divine glory across the entire planet. I will leave you with my creation. Embrace the inevitable. Oh, okay. Volgens mij weet ik nog wel wat ik hier moet doen. Hallo, bevries AUB, dank je. Let's just hope that's the last we see of that
thing. I've managed to override Mercer's lockdown. There's a secondary tram station nearby, and you can take it to hydroponics. Let's just hope there's enough time. Je weet natuurlijk op het moment dat iemand zegt van, oh, let's hope that's the last time we see that thing, dat dat niet het geval zal zijn. Maar ja, de eerste keer dat je dit het spel speelt, dan heb je dat natuurlijk niet zo snel door. Dus net zei ik, een slechte herinnering aan deze kamer. Maar aan de ene kant ook wel weer goed dat ik een trauma daarvan heb, want ik wist wel gelijk wat ik moest doen. Het heeft ons heel veel kogels bespaard, zeg maar. Ja, wat voor saus, wat voor condiment vind je nou wel lekker? Curry. American frietsaus. Het heeft geen meerwaarde hoor, dat glas kapot maken, maar ik vind het gewoon leuk om te doen. Bonitisa, the world you never knew. Let's go, let's get out of here. What could possibly go wrong? Of... It couldn't possibly get any worse. Appelmoes, oeh, appelmoes, lekker. Curry, frietsaus en barbecue van de Mac. Ik had vroeger echt super veel appelmoes, maar er zit echt super veel suiker in ook. Dus daar, vanwege mijn gezonde lifestyle, ben ik daarmee gestopt. Deze boy is sinds het einde van de lockdown alweer 4 kilo afgevallen. Misschien zelfs al wel 5. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed. Hydroponics log, Dr. Elizabeth Cross reporting. I'm pleased to say that we're working close to maximum capacity at the present time. All flora is healthy and thriving, and food yield has created a surplus. I was going to pass the surplus on to the colony, but the captain has given a no-fly order. I want to note my opposition to that order. Everyone knows they're in trouble down there, and I don't see what denying them our surplus will achieve. Appelmoes is inderdaad lekker met frietjes. En vroeger had ik het ook met aardappelpuree. Weet je, appelmoes is eigenlijk overal wel lekker bij. Want het is gewoon zo lekker fris inderdaad. Yo, wat is hier gebeurd? Waarom liggen jullie allemaal in het toilet? Waarom allemaal in het toilet, jongens? Nou. Weg. Toiletparty. Wij hebben van de Lidl hebben we dan een soort van mayonaise, maar dat is dan op yoghurtbasis. Dus het is gezonder, maar het is echt serieus super lekker. Ik bedoel, er zit nog steeds middag nog troep in hoor, maar het is wel een stuk beter nog voor je dan frietsaus. En het is ook echt best wel lekker. Ik weet niet zo goed hoe ik de smaak moet vergelijken, maar het smaakt gewoon naar ja, goede, lekkere saus. Echt waar, jongen. Deze liften, die zijn altijd... Dat zijn natuurlijk laadtijden. Dat zijn vermomde laadtijden. Maar tegelijkertijd weet je gewoon... Op een gegeven moment... Er moet iets... Jezus Christus, ik schrik me de tering. Watering cycle initiated. Ja, dank je. Moet dat met zoveel lawaai? Maar je weet dat er op een gegeven moment gewoon een keertje iets uit die... uit die lift gaat komen, weet je wel. Wat heb ik nou net opgepakt eigenlijk? Contact energy, oké. Tot van laser. Hammond. Isaac. Good to see you in one piece. Als ik je dood wil hebben, dan was je nu dood, hè? Take your helmet off. The hair's rotten. I gotta look at it.
shut itself in food storage. Crew that was on this deck, I think they're what's poisoning the air. They've been transformed. I saw one of them. Bloated, swollen. Dat vond ik zelfs ook echt lekker, ja. Poison factories. We need to take them out where we can still breathe. Hammond! I thought you were dead. You need to get to cleaner air. You're not going to be able to help Isaac in your condition. Isaac, I'm scanning the area now. He's right, there's something really big in food storage. But I can't get a good scan. Monitor readings are off the scale. Be careful. Ik vind wel dat ze goed hebben nagedacht over deze shit. In de zin dat, ik bedoel, kijk, weet je, deze verdieping wordt dan gewoon al het eten wordt dan verbouwd, weet je wel. We zien hier pompoenen, we zien hier sla, groenten, weet ik veel wat niet allemaal. Dus het is wel een geloofwaardige plek. Ook al is het science fiction, zeg maar. The integrity lockdown. You have to destroy the pods to bring the air quality up. Then you can go through and use the poison on the Leviathan. Gaat dit naar een hele andere verdieping? I suppose I should be glad that Ham's alive, but I still don't trust him. I think he's hiding something about the marker. Oké, okay, doei. Later. Doen we later wel. Eerst even zeven. Ja, voor als Halloween arriveert. Oké, okay, wat hebben we geleerd van dit schip? Ze hebben dus een verdieping waarop ze groenten bouwen. En ze hebben ook een verdieping waarop ze baby's bouwen. Weet je nog? Dat is misschien wel een beetje vreemd. Altijd even checken of ze iets nieuws in de aanbieding hebben. Helemaal niks. Even een beetje organiseren die handel. Dat is goed. Oké, okay, dat is goed. Big brain babies inderdaad. Mega minds. Allemaal stuk voor stuk. Misschien eten ze die baby's ook. Nou, ik hoop het toch zeker niet. Ik hoop het toch zeker niet. Moest ik hier? Ja, hier moest ik heen. Oké. Okay. Maar even zeker weten of ik hier wel heen moest. Wat? Ik dacht even dat ik iets, een bom ging laten ontploffen. Hallo? Is er een reden waarom ik hier naar binnen ben gegaan eigenlijk? Ja, ik dacht, er zullen wel items zijn, maar... Oeh, kijk, een bench. Hadden we een power note eigenlijk? Ik heb niet eens opgelet. Groente is hartstikke lekker, man. Je moet gewoon de juiste groente hebben. Of gaan we voor een... Ach, daar heb je 1, 2, 3 voor nodig. Een 4 zelfs. 4 voor een HP upgrade. Oh my god. Force gun kan ik gelijk een damage doen, maar we willen een beetje richting die pulse rifle gaan werken. Wel, dan heb ik 3 van... Ja, oké. Doe maar. Hop. Was je nou naar mij aan het groemen? Serieus? Dacht je nou even van, ik ga even groemen? Heb je er nu spijt van? Met je tentakelmond? Ah, nog meer groentjes. En schijnbaar ook insecten. Oh, oké. En apen?
Of is dit een soort van atmosferische geluidssysteem dat moet laten lijken alsof je echt in de jungle bent? Oh ja, ik hoor je. Ik zie je. Hell no. Zijn dit oneindige vijanden ofzo? Of, Kijk, zo zie je hoe nuttig een volledig geüpgraden plasma cutter is. Alles gaat nu een beetje dood in twee... Hallo? In twee schoten. Oh, daar ben je. Ik ga ondertussen een deurtje verder, hoor. Oh. Oh. Zuurstof valt naar beneden. Die zorgen ervoor dat de lucht hier zo slecht is. Dus die moet ik nu kapot maken. En ondertussen gebeurt er heel veel herrie hier. Oh, en dit is een sterkere. Anybody else? En nu? Weet je waar dit gedeelte me altijd een beetje aan moet doen denken? Aan Bioshock. Bioshock 1. Yo Frank, yo Splatendo. Sorry, ik had je nog niet gezien. Ik ben een beetje aan het concentreren op monstertjes kapot maken hier zo. Hoe is het met jou? Hoe gaat die? Alles in orde? Dan denken de planten dat ze in de natuur zijn. En dan groeien ze beter. Oké, jij bent vervelend. Zag ik nou wat bewegen bij die... Oké, nee, dat is de ventilator zelf. Hierheen en dan omhoog. Zie je. Wonen... Oh. Heel veel levels. Oké, maar die repair technician is hoogstwaarschijnlijk dood. Dus laat het maar aan mij over, I guess. Oké, we moeten die kant op. Dus dan gaan we die kant op. Kijken of hier nog iets te vinden is. Of kom ik dan op een heel ander stuk uit? Oh ja. Oké, eerst toch maar even de andere kant op. Oh, is dat een save point? Even 7. Maar hoe is het met Splatendo? Alles in orde? Helemaal enthousiast over Splatoon 3 nog steeds? Wel een mooi gebied dit. Het is wel leuk om even in de natuur te zijn. Oh, oh, oké. Hell no. Altijd als je die gassen ziet, jongens, dan wil je die zo snel mogelijk kapot maken. Want zij zorgen er dus voor dat al deze lijken die hier liggen, die zouden dan eventueel vijanden kunnen worden. Maar we ain't having none of that. Serieus?
Hebben ze echt pizza besteld naar het International Space Station? Ik had altijd begrepen dat dat niet mocht. Nou ja, dat je in ieder geval niet mag eten in de ruimte. Want kruimels. Kruimels die zweven dan. Dan hebben we dat helemaal vervelend, schijnbaar. Daarom eten ze ook als ze de ruimte ingaan en als ze dan brood willen eten, dan eten ze van die pita broodjes. Want pita broodjes kruimelen niet. A Pizza Odyssey. Oh, we zijn er weer in chapter 6, joh. We zijn op de helft. Soort van. Als we deze hebben uitgespeeld, zijn we op de helft. Oké, hier kwamen we net schreeuwlelijk tegen. Komt er nog één? En dan wil je gewoon pop. Mocht het niet duidelijk zijn, je wil op een grote gele ding schieten. Dan exploderen ze namelijk. Space pizza. Dan ben ik natuurlijk wel benieuwd. Wat voor pizza hebben ze dan besteld? Wat eten ze nou daar dan, hè? Op dat space station. Entering zero gravity. Zero gravity. Hoe spring ik ook weer? Oh. Oké. Niet wegzweven. Blijf hier. Zo, dat wil ik even doen. Oké, die knop was het. Oké. Ik was even vergeten hoe ik weer moest springen. Nee? Ik stond er gewoon niet genoeg goed voor, denk ik. Nou ja, ik zie het al. Het kan best deoriënterend zijn, maar... We'll make it work. Oh, ik hoor. Zo, die werd gelanceerd. Zag je dat? Ik zag ook iets zweven. Had jij ammo laten vallen? Nee? Oké. Het hoeft niet. Pizza. Salami pizza is lekker. Salami pizza is mijn favoriet. En ja, jongens. Hier komt de discussie. Ananasse pizza, ja of nee? Hallo? Hallo, security? Thank God. This is Dr. Croft in hydroponics. I'm trying to locate second engineer Jacob Temple. I can't get through to engineering. Of course I know there's a shipwide medical alert. That's why I'm trying to locate him. No, we're safe for now, but the tram is down and we can't reach the escape pods. Hello? Anna's pizza, absoluut ja. Absoluut. Pizza Hawaii, een van de lekkerste pizza's die er bestaat. Fight me. Oh, oh nee! Open!
Oh, niet. Oké, okay, ik dacht dat ik die nog nodig zou hebben, maar niet dus. Wait a minute. Wait a minute. Ja, heb ik niet nodig. Ga weg. Ga weg. Oké, okay, teamwork makes a dream work. Let's go. Elke pizza heeft tomatensaus. Tomatensaus hoort op een pizza. Zonder pizza heb je geen... Op pizza salami zit ook tomatensaus. Een pizza is geen pizza zonder tomatensaus. Noem één pizza waarop geen tomatensaus zit. It's a crazy world out there. We got pizza barbarians. Wacht, wat is dit? Is dit een... Dat is een medium medpack. Oh, sorry small medpack. Bye. Ja, oké, dat snap ik. Als je dan lekker je eigen pizza kan maken, ja, dan... zou ik dat ook lekker doen. Ik vind tomaten vind ik echt gek. Dus ja, dan... Ja, dan is het al snel geregeld. Nee, maar ik vind pizza Hawaii vind ik echt serieus heel lekker. Ik hou ook heel veel van fruit. Warm fruit vind ik ook lekker. Dus ja, dan 1 plus 1 plus 1, hè? Frikandellenpizza nog nooit gehad. Lijkt me echt super ranzig. Lijkt me echt super goor. Hey, ik hoor Twinkle Twinkle Little Star. Een tijdje terug was ook toch die pizza burger was helemaal in. Dat heb ik ook nooit gehad. Ja, 1 keer dacht ik bij mezelf van ja, nee, als dit het is. Warning. 10 kiloton mass detected in food storage. 10 kiloton, hoeveel is dat ook alweer? Jongens, Google, Google, piep piep. Hoeveel is 1 kiloton? Oh, hoi. Ik hoor nog wat. Ik hoor nog wat. Ik hoorde iets strompelen. Maar schijnbaar niet. Schijnbaar heb ik me ergens in vergist. Even wachten hoor, even wachten. Voordat ik verder ga. Al deze deuren waren al... Oké, die heb ik al allemaal verkend. Hallo? Hallo? Oh, oké. Geen monsters, gewoon explosies. Got you. Dat kan soms gebeuren, jongens. Broodje frikandel of zo is wel gewoon lekker. Weet je? Dat zijn echt dingen die ik eigenlijk nooit meer eet. Omdat het gewoon dus echt niet in mijn leefstijl past. Maar verder. Ja, gewoon hartstikke lekker. Nee, dat weet ik, maar ik had het over broodje frikandel, dat ik broodje frikandel wel lekker vind. Maar frikandelburger heb ik nog nooit gehad. Of nou ja, frikandellenpizza heb ik ook nog nooit gehad. Mijn broertje is helemaal gek van frikandellen. Dat is echt zijn levensbloed.
Okay, even zien hoor. Shop. Hebben we toevallig alweer wat moois erin zitten. Nog geen level 4 suit, helaas. Inventory. Heel veel health. Beetje te veel. Zoveel hebben we niet nodig. Pulse rounds begon. Dus ook eentje middag. Eentje minder. Middag. Oh, ik heb echt super veel geld. Laat ik dan ook even 1 of 2 power notes kopen. En dan doen we die bij de volgende bench er wel in. Ik heb geen zin om weer terug te lopen. 7. Dus dan zag ik een chatgroep dat iemand... Als iemand een cavia wil of een rat wil, dan moet je het gewoon doen. Daar hebben wij toch niks over te zeggen. Gewoon lekker doen waar je zelf zin in hebt. Oh, hier zijn we nu. Dat laatste klinkt toch op, alsof je opgelucht bent, of niet? Dat je bij jezelf denkt van ja, lekker. Het is eruit. Voordat je allemaal nare en vieze opmerkingen gaat maken. Oeh! Eikel. Hoe is dat nou? Ik heb 2 gekocht. Hier is 1 deur. Waar ik een power note voor nodig heb. Het is wel grappig dat hij nog steeds allemaal Xbox knoppen en zo aangeeft. Want ik heb een PlayStation 5 controller aan de computer hangen. Maar hij wil niet... Hij wil er geen Xbox knopjes van maken. Ja, nee, dat is ook een hartstikke ongevoelige vraag is dat. Heel stom inderdaad dat mensen dat soort dingen doen. Die denken dan gewoon niet na wat ze zeggen. Of ze hebben de schijt aan. Dat kan ook. Oké, mooie lange gang. Hier zouden wel eens vijanden... Stom, dat was niet de bedoeling. Ik was al eens aan het reloaden. Ja, klopt. Ik heb DS voor Windows of zo. DualShock voor Windows. Die heb ik, die app. Maar bij Steam heb je hem inderdaad niet nodig. Grote kamer. Wat? Oh, weer zo'n big boy. Nou, kom maar dan. Power note. Dank je. Buiten het feit om dat je in een soort van schip zit, waar echt alles helemaal naar de getver is en overal monsters zijn die je willen vermoorden, vind ik het wel echt heel tof dat je dan ook een soort van machtsgevoel kan krijgen, omdat je gewoon beter wordt letterlijk in het vermoorden van deze beesten. Och, jezus.
Oh my god. Soms heb je wel ineens een hartslag van 200. Met je schrik je de apenlazarus. Wat een beetje domme dingen. Zo, ik heb een vermoorder op zijn tenen te stappen. Ik zit zo vol. Ik heb zoveel puls en zoveel ammo. Ik moet volgende keer even wat... Volgende keer even wat van die energy ammo wegdoen. Moet ik hier naar boven? Oh, wacht. Ik weet het al. Ook dood. En nou deze. Nog eentje of zo, denk ik. Laten we eerst naar level 2. Ik had vorige stream gebruikte ik een Xbox 360 controller voor deze game. Alleen, hij deed een beetje lastig. Hij deed een beetje moeilijk. Oh, ik heb zoveel energy. Ik heb zoveel contact ammo. Dit heb ik niet nodig. Even op zijn tenen stappen, jongens. Of op zijn hand. Komt hij op zijn hand. Nog een keer. Foei. Je bent PlayStation niet gewend, zeker. Empower node. Oh. Oh. Als ze je een power node geven en een save point achter elkaar, dan moet je saven. Ik ben helemaal geen controller gewend. Ja, dan is het helemaal raar. Ik moet dus altijd constant heel erg wennen tussen... Jezus, ik heb zoveel ammo. Zoveel ga ik je toch niet gebruiken. Geld is in dit geval ook wel handig. Oeh! Oh jee. Oei. In de war met... toen ik mijn Nintendo kreeg. Toen ik voor het eerst weer een Nintendo controller in mijn handen had, zeg maar. Want ik heb natuurlijk de Wii, speelde je dan met de Wiimote. En toen ik eenmaal mijn Wii U kreeg met de gamepad. Toen speelde ik ook nog heel veel Xbox 360. En toen was ik constant in de war. Echt constant. Want ze gebruiken precies dezelfde knoppen. Weet je wel, A, B, X en Y. Alleen ze zitten allemaal net op een andere plek. Ik ben er zo moe van. Chief engineer. I came down here to find Dr. Elizabeth Cross, but she's not here. In fact, I can't find anyone. Just more of this organic shit everywhere.
I'm going to check the mining deck. It's about the only place I haven't looked yet. Als ik dan een quicktime event moest doen of zo in Resident Evil op de 360, drukt of op Xenoblade Chronicles 2 of zo voor de Switch, dan drukte ik altijd de verkeerde knop standaard. Omdat ik denk, oké, okay, ah, dan moet ik dus die hebben. Nee, was de andere. Motherfucker. Entering zero gravity. Ew. This place is getting progressively more disgusting. Waar moet ik heen? Waar ben je? Oh, daar ben je. Ooh, everybody's losing their minds. Sells Kendra. What? Ja, patent hè. Volgens mij heeft Nintendo patent op die knoppen samenstelling. Hebben ze al vanaf de Super Nintendo dagen. Sindsdien is het ook niet veranderd. Goed dat ze geen patenten hebben op die analog sticks, want anders hadden we nooit een andere controller met analog sticks mogen hebben. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Wacht, wie, wat? Naar beneden? Naar beneden. Let's get out of here. Ben jij wel dood? Oké, nu ben je wel dood. Dit soort games, jongens, zijn echt gewoon geweldig. Ja hoor, ik heb alle sidequests gedaan in Remake. Als het goed is. Heb ik een power node? Twee nodes, alright. Mm-hmm.
Isaac, where are you? Help me. Hi, Bolt. Ja, ik weet niet meer. Het was inderdaad vervelend. Ik had ze volgens mij de eerste keer had ik ze ook niet hoor. Dus klopt op wat je zegt. Dat het een beetje raar is. Zoveel force energy. Laat ik. Oké, ik heb gelukkig wat opgebruikt. Zo. Save point was hier toch? Oké, okay, shit's about to go crazy, jongens. Hydroponics log, this is Dr. Cross. It's hard for me to believe what I'm seeing here. This is crazy. Absolutely crazy. I'm going to the mining deck. I hear that's where survivors are gathering. Jacob, I'll wait for you there. Unknown antigen injected into the filtration system. Damn it. The poison wasn't strong enough. It's still alive. Get in there and kill it before it contaminates the entire ship. Oké. Waar ben je? Oh, daar. Oh, oké. Okay. Volgens mij deed ik het te lang over, want normaal gesproken moet ik hem in één keer dood kunnen krijgen, dacht ik.
Easy. Kijk al die lijken gaan, jongen. Kijk, ze spinnen. Isaac, you did it. Hammond, do you read? Oxygen levels are returning to normal. Damn it. He's gone again. No sign of his rig anywhere. It's up to us now. I've got a plan to get off this ship. I've located an SOS beacon on the mining deck. If you can get down there and activate it, we might be able to send a distress call. Oh, I don't know how much longer the door will hold. All right. We did it, you guys. We did it. Yay. High five. High fives. Oh, ze gaat inderdaad heel veel nachtmerries hebben, ja. Dat klopt wel, ja. We done did it. Okay, let's get the fuck out of here. Wat hebben we in onze inventory? Ja, op zich. Even kijken. Pulse rounds mogen wel weg. En dan wil ik juist een beetje plasma energy erbij. En ja, dan denk ik dat dit het einde van de chapter was. Ik bedoel, dit lijkt me wel een mooie afsluiter. Oh, moet ik hier niet heen? Oh, ik moet hier wel heen, ik wel zeggen. Krijgen we nou? It's fun to stay at the PTSS, zoals dat in het Nederlands noemen. Oh, ik heb ook wel wat damage. Laat ik even... Zo. Doei. We are out of here. Completed. Safe? Yes, please. Oké, even anderhalve liter fles water. En ik heb nog maar één glas gehad. Dat is niet heel goed, hè? Dat is niet heel goed. Dehydrated kids. Over frikandellen gesproken. Zien jullie in mijn oog? Ik zie iets in mijn ooghoek. Zien jullie het ook? Heeft hij daar nou een frikandel vast? Nee, is geen frikandel, maar... This may be our last chance of getting out of here alive, Isaac. There's an asteroid loaded up in the mining bay waiting to be smelted. If you attach the SOS beacon to it, you can launch it away from the ship to make a clean broadcast. The beacon's on the maintenance subdeck. You can launch the asteroid from the control room. Damn, the control room is locked. It looks like they keep an emergency access key on the processing subdeck. Couldn't be easy, could it? I don't know how much more of this I can take. Okay, welkom bij de mining deck. Dank je, welkom. Bedankt voor dit warmhartige welkom.
Grote open ruimte, here we come. Grote open ruimtes in dit soort games zijn nooit echt een goed idee. Hallo? Waarom die dramatische muziek? Wat was dat voor nodig? Even kijken. Oh, ik heb maar één power node. Die bewaak ik nog even. In dat geval, suck it up realistic, gewoon trainen. Pain is nothing but an emotion. Kan je uitschakelen, etcetera, etcetera, etcetera. Daar ben ik het allemaal niet mee eens, maar... Suck it up, buttercup. Hallo? En ragdoll. Is offline for some reason, Isaac. I'll see if I can run a bypass. Okay. Naar beneden moeten we. Laten we dat doen. Laten we gewoon naar beneden. Hallo? Hebben we? Gym culture kan best toxic zijn, inderdaad. Zelf niet meegemaakt, want in mijn gym moeten ze dat een keer flikken en dan liggen ze er gelijk uit. Niet dat het mijn gym is, maar... Ik ben niet de eigenaar, maar... Ik werk er wel het meeste ver uit. En als ik zie dat mensen toxic tegen elkaar zijn, oh, dan gaan de woorden vallen. I got a shotgun with your name on it. Don't even try it, brother. Wat gebeurt er? Hey. Is dat die big boy? Is dat die stalker? Hoezo ben jij ontdooid? Ja, pijnstillers heb je niet nodig. Als je echt zo last hebt van die snee, dan moet je gewoon even een dagje pauze nemen. En ga anders gewoon even je buikspieren. Train anders je buikspieren. Doe wat met je benen. Doe wat met je buikspieren. Zorg dat je je handen ontziet. Ik kan altijd wel wat doen. Maar forceer het niet. What the fuck? Somebody call security. Oh. Okay. Note to self, die dingen exploderen. Check. Dat wist ik niet. Good to know. Waarom ben ik nou hier naar beneden? Heb ik het verkeerde dek gekozen ofzo? Hij zegt nu weer dat ik omhoog moet. Waar moet ik heen? Wacht even hoor.
Scanner located the mining access key on the processing subdeck. That must be where the mining processing subdeck. Processing, let's go. Je lekker? This is Temple. I found Elizabeth, but there isn't a single space-worthy vessel in the whole goddamn bay. Jason, hurry up! We need to find a beacon. There's gotta be one around here somewhere. Sterf even, mij hou je niet voor de gek. Nogmaals, altijd als er in Dead Space, als er een vijand voor je verschijnt, dan heb je een hele grote kans dat er ook een vijand naast je verschijnt. That's the rules. Dus altijd ook even achterom kijken voor de zekerheid. Because they gonna get you. Workouts op je bed. Aan de ene kant wel heel goed, maar aan de andere kant kan het ook heel slecht zijn voor je rug. Je wil op het algemeen wel een beetje een harde ondergrond hebben. Niet te hard natuurlijk, het moet wel comfortabel blijven, maar je moet wel een beetje steun hebben ook. Hoe zit ik met de ammo? Oh, best goed, best goed, best goed. Waarom heb ik jou? Ik heb jou helemaal niet nodig eigenlijk, maar... als mijn inventory vol is, dan gooi ik jou wel... Ik hoorde jullie wel, maar hoorden jullie mij ook? Ja, dus. Even zien. Nog steeds niks nieuws in de store, denk ik. Super veel geld, dus laat ik alvast weer een power note kopen. Inventory, gold, semiconductor, cell. Plasma. Pulse rounds, eentje weg. Ook force energy weg. Zit ik met de health? Medium, small. Die nou even wegdoe en daar ook een medium voor terug doe. Want ja, ondertussen zijn we wel op het punt dat die small health packs niet heel veel zoden meer aan de dijk zetten, hè? Ik wou net zeggen. Kun je echt last van je rug krijgen hoor, als je dat langer termijn doet. Ik zie wat liggen. Ik wil eerst kijken wat dat is. Nou, dan heb ik mijn small health pack weer terug. Oké, daar kan ik niet bij vanaf hier. There's a failsafe on the processing control door. It won't open until gravity is restored. But you can't turn on the gravity until those boulders are cleared from the room. Maybe you can dump them into that gravity beam with your kinesis gun. Waar, ik hoorde jullie. Oh, daar. Hallo. Oké,
net zeggen, ik hoorde jullie gewoon. Jullie maken te veel lawaai. Oké, boulders jongens, boulders. Oh, daar is nog één. Kom maar. Oh. Er wordt allemaal geschoten. En nu? Is hier nog ergens een boulder? Laten we het vanuit een ander perspectief kijken. Ah, daar ben je. Oké, en waar was de gravity panel ook alweer? Ja, I know. Het is alleen te kijken waar ze de console ook alweer. Dit is zo verwarrend. Oh, daar. Zo, even terugleiden. Mijn brein denkt verkeerde dingen bij het werkwoord hangen. Oké. Haha, mijn bed was ook veel te zacht. Klopt, heb ik al gehad. Ik zou graag wat sterker willen worden, maar ik weet nooit welke info op het internet ik moet vertrouwen. Nou, je zou het ook aan mij kunnen vragen, aangezien ik personal trainer ben en mijn werk. Het is mijn werk, het is mijn job. En ik zou je daar graag mee willen helpen. Als je vragen hebt, stel ze maar een keertje op Discord. Vind ik helemaal niet erg om even met je mede naar te kijken. Hallo? Ben jij kogelvrij of hoe zit dat? Ga je me nu echt vertellen dat die dingen de hele boel blokkeren? Oké, weet je, kom maar. Pardon? Ik ga even langs jullie hoor, dat weet je toch vast. Dank je. En dank je. En dank je. Er komt een heleboel aan, dus ik ga eerst even reloaden. Nu ga ik jullie allemaal in één schot wegvagen. Baf! Oké, niet allemaal. Wat? Pardon? Oké, heel raar deze kamer. Ik kon echt zweren dat sommige van mijn kogels gewoon niet registreerden. Dat zou misschien wel weer een beetje van die PC-jankiness zijn ofzo. Hallo? Oh. Ik hoorde ineens geluid. Ik was even aan het lezen en ik hoorde ineens geluid. Oké, en nu? Eerst alles reloaden weer. Inventory check. Ja, dat heeft wel wat ammo gekost, maar dat is niet erg. En laten we dit ook gelijk even doen. Een health item. Oké, even lezen.
Oké, dankjewel. Ik wil je er niet mee lastigvallen, omdat ik geen klant ben van je hart. Nee joh, maar een beetje vriendelijk advies, daar kan ik toch wel mee helpen. Je hoeft ook niet gelijk te betalen. Dat is de key, Isaac. It'll get you into the control room so you can launch the asteroid. Don't forget to attach the beacon first. I read another report on the colonist dementia. It seemed to start after they removed the marker from the planet. God knows how long it was down there. Oké, dus op het moment dat ze de marker van de planeet afhaalden, werd iedereen gek. Everybody lost their damn minds. Goede jumpscare. Je verwacht dat er dan iets komt, maar er komt niks. Heel goed. Oh, dit is een shortcut. Hier zijn we eerder geweest. Oké. Mooie entree, maar je bent wel gelijk dood. Was het de moeite waard? Hij dacht van ik ga hem even laten schrikken. I'm gonna be slick. Oké, we moeten naar beneden. Ga ik eerst even weer lezen voordat ik zo meteen de verkeerde vloer pak. Maintenance subdeck. Nu gaan we naar maintenance. Nee, maar kleine moeite. Als je vragen hebt of zo, jij ook realistic. Hè? Als je vragen hebt over iets wat fitness gerelateerd is of gezondheid gerelateerd of zo, dan kan je me altijd even berichtje sturen, joh. Dat is echt helemaal geen probleem. Echt een kleine moeite. Geldt trouwens voor iedereen die op dit moment aan het kijken is. Als je het gewoon even op tijd laat weten. En hopelijk niet, dat is misschien wel een dingetje, niet verwachten dat ik misschien gelijk reageer. Want ja, inderdaad, werk gaat wel voor. Maar nee joh, ik doe dat graag. We zijn weer in de smurrie, jongens. Het is weer smurrie tijd. Leverpastei. Over altijd gepraat van eten krijg ik trouwens al honger. Ik denk dat ik misschien even snel naar beneden ren om een broodje te halen. Ja, dat ga ik even doen, jongens. We nemen even een kleine... Nee hoor, ik vind het niet erg als mensen me pingen. Ik heb me vaak op bezet staan, dus dan hoor ik de ping hoor ik sowieso niet. Ik ga even snel broodje halen. Even snel wat eten halen. Ik laat jullie even alleen. Met, en dat doe ik dan wel onder het genot van een gezellig muziekje ofzo. Even kijken. Pakken we deze gewoon. Boop. Ja! Oké, tot zo.
Alright. Daar is hij weer. Met zijn mond vol. Met een broodje met pindakaas. Dat is de review. Gewoon heel traditioneel. Niks bijzonders. Dus die eet ik eerst even rustig op en dan gaan we weer lekker verder. Bruin, volkoren. Met een klein laagje boter en 100% pindakaas. Nee, ik vind mensen die in hun microfoon eten, kauwen, vind ik echt een van de meest gore dingen die er bestaan, zeg maar.
Hey, we hebben goud gewonnen. Met de teamsprint. Op baan rijden. Nice. Oh, mijn broer die smakte vroeger heel erg. Vreselijk. Oké, okay, dit even uit, dat even uit, dat ook even uit. Nou, dit weer geminimaliseerd, deze weer gemaximaliseerd. Joep. Oh, en als het goed is zijn we weer back in game. Right, ready? Steady. Go. Oh. Hoi. Ik heb elkaar zijn lijden verlossen. Niet echt. Het is echt heel goor als mensen dat doen ook. Het is bij hard smakken. Oké, okay, dit is een vervelend stuk, kan ik me herinneren. Oh, ik las trouwens gisteren ook iets over een Half-Life. Een Half-Life 2 remaster of zo. Dat zie ik eerlijk gezegd ook wel zitten. Let your tools do the talking. Daar moest ik ineens aan denken. Omdat ik dat zag en toen moest ik denken aan Gordon Freeman. Open. Nicole? Hey, dat is mijn girlfriend, dat is mijn vriendinnetje. Be right back. Okay. Room next to you. I think I could disable the lock from here. Hold on. Okay. Lekker vraag, maar kan je misschien opschieten? Kijk, zo'n volledige upgraden plasma cutter is wel handig, hè? Oeh! Oké, eerlijk is eerlijk, die was goed. Hallo?
Ze is niet geraakt, toch? Okay, the door is unlocked, Isaac. I can't get over to you, but I'll find a way. I love you. This will all be over soon. Oké, okay, leuk om jou ook weer te zien. Ik denk dat het dan game over is. Isaac. Hey, I lost your signal for a while. You had me worried. I see you've got the beacon, so head for the mining bay and attach it to the asteroid. I've been running trajectory calculations, and if we launch soon, there's a good chance the asteroid can reach a safe distance to begin transmitting. Still no sign of Hammond. In his state, I can't imagine he's still alive. Ik wil graag die level 4 suit en ik wil graag die. Ik heb me nog nooit laten doodgaan eigenlijk, dus who knows. Wat was dat, die raak? Die ook niet? Goeie oor, hoor. Ik hoor alles. Ja, ik ben in Final Fantasy 7 ben ik wel 1 of 2 keer game over gegaan. Dus op een gegeven moment een stuk, echt ergens aan het einde van de game. Dan moet je met Aerith en Tifa moet je door een soort van laboratorium heen lopen. En dan zijn er twee van die soort van honden. En die honden hebben dus een aanval. Dan gaan ze op je zitten. Weet je wel, dan hangen ze aan je en dan bijt ze je. Net zolang dat je of bevrijd wordt of dat de aanval voorbij is. Maar ik had het pech dat Tifa en Aerith elke keer allebei naar beneden, of allebei vastgepakt werden. Allebei tegelijk constant. Dus ik kon niks doen. Ik was letterlijk gewoon gestunlocked, zeg maar. En toen ging ik dood. Lockdown, although I don't think it helped them. Now that you've got the beacon and the key, head over there. It looks like the asteroid is held in place by some gravity tethers. You have to knock those out before you can launch it. Ja, de game, weet je, de game is op zich niet zo moeilijk, maar hou er nogmaals, hou er rekening mee. Ik speel dit soort games al mijn hele leven. En wat ik ook gelijk heb gedaan, en ik heb wel eens paar let's players bekeken, en ik denk ook bij mezelf, waarom doen jullie dit niet? Ik heb ervoor gezorgd dat al mijn karakters de mogelijkheid hebben om te genezen, om te healen. Dus ja, dat scheelt het ook. Zorg gewoon altijd dat je een ATB meter hebt. Dat je 1 ATB meter hebt. Dat je altijd kan healen. Oh jongens, ik zie bijna niks. En op een gegeven moment heb je het spel ook gewoon door. Vooral later in de game gaan vijanden zich heel erg focussen op degene die jij bestuurt. Dus je moet eigenlijk heel veel wisselen, moet je van heel vaak wisselen. Dan komt het allemaal goed. Oh ja, eigenlijk ben ik een keertje game overgaan helemaal aan het einde. Dat ik tegen Bahamut moest vechten. Tegen. En op een gegeven moment dan gaan die Whispers, die gaan dan vormen ze samen en dan vormen ze een Bahamut.
Toen ben ik ook doodgegaan. De eerste keer. Hallo? Oh jee. Nou, kom maar dan, kom maar dan. Jij sprong mis. Jij gaat zo dood. Dank je. Had je maar raak moeten springen. Oh, daar is een store aan de overkant. Nice. Vier. Even kijken, hoe ga ik dit doen? 1, 2, 3. Oeh, oké. Dat was een goede scare. Eerlijk is eerlijk, dat was een goede scare. Wat is het, Daphne? Je zegt Frank, zeg je. Heel serieus. Ja, maar ja, op een gegeven moment raak je er heel graag gewend, hoor. Weet je, als je Kingdom Hearts hebt gespeeld en als je... Supervisor second engineer Dallas reporting. Als je Kingdom Hearts hebt gespeeld en allerlei andere RPG's, dan op een gegeven moment zie je er wel een patroon in. I've seen what they do to the bodies. What they become. I can't let that happen to me. At least if I don't have any limbs, I won't be able to kill anyone when I'm infected. Please tell Dawn and the kids that I love them. Leave! Oh God! One more. All right, Daddy's got a brand new outfit. Back. Nou, je hebt in Kingdom Hearts of in Kingdom Hearts heb je shortcuts die je gebruikt en die kan je dus in remake ook instellen. Dus je kan in principe kan je het eigenlijk net zo laten spelen als Kingdom Hearts bijna. Dat speelt lang niet hetzelfde, maar 1, 2, 3. Oké, dat is een beetje te veel. Move. Plasma energie hou ik even zo. Pulse rounds hou ik ook even zo. Force energy mag wel eentje weg. Alright. Medpack mini. Prima, I'll take it. Why not? Hoe laat is het, jongens? Het is 1 uur geweest. Oké, we gaan nog een half uurtje door. Nog een half uurtje. Moet die kant op, maar we hebben geen power, dus we gaan... Oeh. Als je Kingdom Hearts gewend bent, dat soort games, ja, dan ben je dit ook al gewend. Plus, ik heb ook games gespeeld zoals Devil May Cry, Metal Gear Rising, Bayonetta, Astral Chain. Dus een beetje actiegames ben ik ook al gewend, zeg maar.
Er zijn redelijk wat verschillende soorten games die ik heb gespeeld. Van horror tot aan JRPG's tot aan actiegames, first-person shooters. Ik kan het allemaal stiekem wel een klein beetje. Ik wil niet zeggen dat ik overal even goed in ben, maar... Vroeger, toen ik nog jonger was, toen speelde ik bijna echt alleen maar JRPG's. Heel lang geen horror games gespeeld, omdat ik daar echt als de dood voor was. Oh, daar gaan ze weer. Oh wacht, zijn er ook vijanden? Ja, ik hoorde wat. Oeh, een zwarte versie. Nog één. Kom maar dan. Oké, ik hoor heel veel lawaai, maar volgens mij hoorde ik ook nog een vijand. Ja. Oh ja, ik weet het alweer. Dit is een heel vervelend stuk. Hier kan je heel makkelijk doodgaan. Laat ik mezelf er even naast plaatsen. Dan heb ik iets beter overzicht. Oké. Even hierop focussen hoor. Oh shit, ik heb geen stasis meer. Oh kut, oh kut, oh kut. Ja, ik zag het gebeuren. Oké. Zoals ik al zei, je kan er heel makkelijk doodgaan. Maar het is goed om te weten dat daar een stasis module is.
Kut is wel, dan moet ik alles weer opnieuw doen. Nou, kom maar dan. Monsters. Oh, oké. Okay. Ik zag het wegvliegen, dus ik denk jij bent dood. Maar nee hoor. Er was nog één, dat was een derde. Er waren er drie. Ik ben niet gek. Oké. Okay. Oké, daar is nummer drie dus. Zeiden dat ze drie waren. Later, Perry. Perry die houdt niet zo van horror games, volgens mij. Oké, okay, voordat ik nu iets anders doe, ga ik eerst even terug naar daar. Dank je. Even met de stasis weer vullen. We hebben zometeen weer dezelfde ellende. Oké, okay, baby's. Entering vacuum. Ik zie je wel. Oh, die dingen die gaan nog steeds. Ik kan vanaf hier niet zien hoe die terrors lopen, dat is het probleem. Oh, ik ga dood. Ja. Oh, dit is zo kut stuk dit. En dan weer helemaal overnieuw zeker. Ja. Oh, die checkpoint hier is kut. Oké, okay, ik heb te lang getreuzeld. Je bent te angstig in het navigeren van die... Tedders, omdat je er in één klap aan dood gaat. Dus dan wacht ik te lang. Ik moet gewoon sneller gaan. Dus nu, gotta go fast, jongens. Oké. Okay.
Oké, waar is nummer 3? Waar is nummer 3? Dat hebben we vastgesteld. Ik hoor je. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Maar daar ben je. Daar ben je. Dank je. En op zich snap ik nu ook gewoon gelijk heel goed wat ik fout heb gedaan. Dat is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat één zo'n ding naar beneden gaat, moet ik gewoon naar beneden springen. Oh nee. De game crasht, jongens. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Wat gebeurde daar? Ik was ineens dood. Deze game is echt zo glitchy en janky, jongens. Echt niet normaal op deze PC. Ik was gewoon in één keer dood. Ik kwam nergens tegenaan. Ik had nog genoeg zuurstof. De helft was niet low. Oh, jongens. Gaat dit het einde worden van de Let's Play? Kunnen we dit niet meer... Kunnen we zo meteen de game niet uitspelen omdat die glitchy is? Ging ik te snel? Ja, ik denk dat we inderdaad hier wel vanuit konden gaan dat het gewoon even een shitty port dingetje was, inderdaad. Tenminste, ik zou je niet kunnen vertellen wat ik fout heb gedaan. Oké, nummer 3. Nummer 3 laat altijd op zich wachten. Anders loop ik gewoon even verder, hoor. Oh ja, en nu kom je ineens. Kom jou. Wacht maar tot ik weer binnen ben. Je hebt maar even geduld. Oké, waar ben je? De muziek doet alsof ik je zou moeten zien. Daar ben je, oké. Dankjewel voor je aandacht en tijd. Oké, jongens, laten we dit nu nog een keer proberen. Oké, we leven nog. Oké, schuif nu. Schuif nu. Schuif nu. Oké, dank je. Dit hebben we overleefd. Nu wil ik eerst even die kleintjes vermoorden.
als jullie eventjes hierheen zouden willen komen. Oh. Ja, blijf daar maar staan. Blijf daar maar lopen in een rondje. Doe maar. Plop. Nou, opgelost. Het probleem heeft zichzelf opgelost, jongens. Oh, kut. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Ik choke even. Je moet eigenlijk een punt vinden waarop die tethers niet komen. En dat is volgens mij hier. Kijk, ze komen tot daar. Dus dan ga ik hierheen springen zo meteen. Ja. Dan loop ik een klein stukje deze kant op. En als het goed is, zou die tether hier niet moeten komen. Als ik nu doodga, dan stop ik met het spel. Dank je. Oké. We hebben het overleefd. Oké, get me out of here. Voordat de game weer glitcht en ik weer om een of andere reden zomaar dood ga. Even mijn stasis terug. Breng me naar een save point nu. Oké. Dat was niet eng. Breng me naar een save point. Haal me hier weg, haal me hier weg. Oh, laat me raden. Ah, save point. Dat is goed. Ik heb deze nodig. Oh, hier moet helemaal niet heen. Hierheen. We hebben hier ook marshmallows in de koelkast liggen. Of niet in de koelkast, sorry, in de kast. Gewoon kaarsjes aansteken. Stokjes, marshmallow, boven de kaars. Romantic. Hoeveel geld had ik? Valt mee, valt mee. Oké, nee, daar niet heen. Daar niet heen. Hierheen. Zometeen als ik klaar ben met deze stream even wat dingetjes uploaden naar YouTube.
Even een paar van die. Ik heb de laatste paar streams niet geüpload. Volgens mij moet ik Final Fantasy en Dead Space deel 1 en deze dan nog uploaden. Oh. Ga weg. Jij bewoog. Toch? Oh, oké. Oké, okay, we hebben dus een distress beacon op die meteor gedrukt. Die wordt nu de ruimte ingeschoten. En dan hopen we dat er iemand op reageert die ons komt helpen. We need that array online, or we can't receive signals from anyone responding to the beacon. Oh jee. Hazardous anomaly detect. Oké, daar is een vent. Overal vents. Dit wordt lastig. De fastest engineer in the West, dus kappen met die onzin. Even kijken hoor, wat is je YouTube kanaal? Als je gewoon uitroepteken YouTube doet, dan zie je hem als het goed is. Als het goed is. Of vroeg je niet aan, vroeg je niet de mijnes? Wat? Doet hij het niet? Doet hij het niet? Motherfucker, wacht even. Dit gebeurt al vaker. Dit is niet de bedoeling. Oké, hij zit wel in mijn channel. Of hij zou in mijn channel moeten zijn. Hoe gaat dit ook alweer? Hier kanaal. Op gelijk muten, want anders horen we alles drie keer dubbel. Gebruikers in de chat. Waarom is Nightbot hier niet? Nee, we zijn er weer gaan hoeren. Part channel. Join channel. Ik heb geen OnlyFans, dat doen we niet aan. Misschien ooit. Als ik heel eenzaam zou worden. Ja, om een of andere reden is Nightbot inderdaad niet aanwezig. Wat vreemd. Dan doe ik het wel even zo voor je. Momentje, komt ie.
Dan maar zo. Oké, oh, kijk, daar is hij. Heikel. Maakt het allemaal weer veel moeilijker dan dat het is. Oké, okay, let's get out of here. Waar moet ik nu heen? Helemaal weer naar boven, denk ik. En daar upload ik dan in principe... eigenlijk is het gewoon een stream archive. Ik doe er verder niks mee. Maar dat weet je toch vast hebben. Oeh. Nou, mocht je ooit iets terug willen kijken. Moet je willen zien. Dan kan je het daar allemaal vinden. Even, oh, goed dat je het zegt. Goed dat je het zegt. Zullen we het tegelijk allemaal even aanpassen? Het moet wel blijven kloppen. Oké, pulse rifle. Waar was ik? Damage. Oeh, die laatste die zit heel vervelend. Er is in Dead Space 2 is er een wapen. Dat is echt zo grappig. Dat is het sterkste wapen uit de hele game. Dat is gewoon een schuimvinger. Weet je wel, zo'n vinger, waar je, zo'n hand waar je dan je hand in doet. Dan heb je zo'n grote vinger. En als je dan schiet, dan zegt Isaac, dan maakt hij geen geluid. Maar dan zegt Isaac, bang bang, pow pow. En dan gaat alles dood. Dat is echt super grappig. Oké, jongens. Chapter 7, done. Oké, zullen we nog iets langer door? Nog iets langer door? Kan wel, nog iets langer door, nog iets langer door. Kan wel. Things are looking up. A military ship just docked in. The USM Valor. I don't know what it was doing out there. It must have gotten our distress signal. We can't talk to it until the comms array is fixed. I'm gonna hack the door to communications for you. Get in there and find the comms control station. Maar even tot aan de volgende save point. We gaan even kijken wat er... ons te wachten staat. Oh, zijn we hier? Oké. Ik heb ook wel eens honger, vriend. Lijkt wel goed zo. Ja, alleen die. Die mogen even weg. Ik hoorde net iets naar me grommen.
Laat me je oranje zak raken. Reloaden nu. Hallo, zo leef jij nog? You better. Jeetje. We hebben een flink huis gehouden hier. Oké, we moeten daarheen. Oké, nog één save point, jongens. Nog één save point. Ik wil even zien wat er ook alweer nodig was. Wat er ook alweer moest gebeuren. We gingen naar de bridge. Hammond, nog iets. Level 3, denk ik. Isaac, the door to communications is open. But I've been getting some weird feedback spikes on the local comms. I think someone's listening in on us, so be careful. Dat weer die gekke wetenschappers zijn. Die Mercer. Dat is niet de bedoeling. Oh, jullie zijn dus tweeën. Zo. Het is hier geüpgraded. Oh, oké. Dat is een creep. Dit is een engert, want die bestaat uit allerlei verschillende onderdelen. Zie, oeh. Dit was hem, jongens. Daar is de save point. Nu ga ik toch echt stoppen, anders duurt het te lang. Ik moet nog andere dingen doen vandaag. Kijk, ik heb geen light health pack. Ging dat goed? Heb ik nou gesaved? Heb ik nou gesaved? Kijk, 431. Ik heb de 8 alweer, jongens. Of 4 en dan zijn we alweer klaar met de game. Hey, ik ga er stoppen. Ik bedank jullie weer, zoals altijd, voor het kijken. Dat was weer leuk. Was gezellig. Was mooi. Ik ben altijd een beetje sporadisch met kiezen welke game ik ga streamen, zoals jullie misschien wel merken. De ene keer is het Dead Space, de andere keer is het Resident Evil, de andere keer is het Final Fantasy.
Ik wil wel iets meer aandacht besteden aan... eigenlijk een soort van... ja, iets makkelijker... Weet je, eigenlijk... waar het op neerkomt is, ik wil Dead Space wil ik eigenlijk even afmaken. Dead Space 1. En dan wil ik daarna wil ik me volledig gaan focussen op Final Fantasy VII Remake. En dan daarna... ja, dan zien we wel weer verder. Dat is een beetje... ik moet een beetje focus erop leggen. Ik ben te wispelturig in dit soort dingen. En anders komt er nooit een game af. En in principe zijn we al lekker bezig met Dead Space. Als we nog zo'n stream met dezelfde lengte kunnen doen. We hebben nu 3 uur en 25 minuten gestreamd. Ik denk dat als we de volgende keer weer zo'n stream neer kunnen zetten. Dat we dan de game ook wel uit hebben. Denk ik. Weet ik niet zeker. Durf ik niet te beloven. Maar we zijn al best wel ver. Ja? Alright. I'll talk to you later. Bye 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 bye.